Hi allemaal, vandaag hebben we een leuke video voor jullie. We hebben namelijk een Get Ready video voor jullie, maar dan twee dingen in één. Larissa gaat namelijk laten zien hoe ze de dag gaat beginnen en ja. Ik ga laten zien hoe ik de dag ga eindigen. Als een Get Ready to a Party look. In deze video gebruiken we Chubby producten van Clinique. En Chubby ken je misschien wel van de bekende lipbalm, maar ze hebben nog meer andere producten. En die zijn allemaal heel erg fijn en dan gaan we in deze looks gebruiken. Ja, dus in de video laten we zien hoe je ze kan gebruiken. En nog leuker, we mogen ook een Chubby pakket weggeven aan één van jullie. Dus blijf zeker kijken, want aan het einde van de video laten we weten wat er in dat pakket zit. En ook hoe je kans kan maken om die te winnen. Hoe dan ook, als jij wil weten hoe je deze look voor overdag kan creëren en deze look voor in de nacht. Kijk dan snel verder. We beginnen met de basis en daarvoor gebruiken we de Chubby in the Nude Foundation Stick. Ik gebruik de kleur 07 en Larissa gebruikt de kleur 06. We zetten wat strepen in het gezicht en daarna gebruiken we een spons om te blenden. Het werkt op deze manier heel erg makkelijk en voor degenen die het willen weten, deze foundation dekt gemiddeld. En is daarom heel erg fijn voor overdag, maar ook voor in de avond. De volgende stap is de oogschaduw. Hier gebruiken we de Chubby Stick Shadow Tint for Eyes voor. Over het gehele ooglid gebruik ik de kleur 01 Bountiful Beige. En in de ooghoekjes gebruik ik 03 Fuller Fudge, waarmee ik wat meer diepte creëer. En ik doe eigenlijk precies hetzelfde als Larissa, alleen maak ik mijn look net iets donkerder. Ik maak er een klein beetje een bruine smoky eye van en gebruik daarom iets meer van de 03 Fuller Fudge. Dit is ook meteen een favoriet uit de Chubby line van mij, omdat ik ze heel erg makkelijk en fijn in gebruik vind. De lichtere oogschaduwkleur gebruik ik ook nog als een kleine highlighter en breng ik aan op mijn wenkbrauwbot. Ik breng deze kleur aan op de binnenste ooghoekjes om mijn ogen net wat opener te laten lijken. En ik gebruik altijd ook nog even een wimperkruller, want als ik dat niet gebruik staan mijn wimpers helemaal naar voren. En als ik dit wel gebruik dan gaan mijn wimpers gewoon net wat meer naar boven staan en dan krijg ik een meer open blik. Daarna is het tijd voor mascara en we gebruiken daarvoor de Clinique Chubby Lash Fattening Mascara. En je kunt het al raden, deze mascara zorgt voor meer volume. Echt wat langere wimpers ook en hij is echt gitzwart en dit is ook meteen een favorietje van mij. Want hij spreidt de wimpers super goed en hij zorgt niet voor spinnenpoten. Dan pak ik nu de bekende Chubby Stick erbij. Dit is een tinted lipbalm. Ik heb hem hier in de kleur 10 Bountiful Blush. En het is een hele mooie nude kleur, maar hij geeft wel echt het perfecte kleurtje aan mijn lippen. En ik gebruik een iets andere Chubby Stick, namelijk de Intense. En deze is iets sterker van kleur. Ik heb hem in de kleur 05 Plushes Punch. En dan zijn we nog niet klaar, want dan heb ik hier de Chubby Plump & Shine. Dit is de nieuwste uit de Chubby collectie. En zoals de naam al doet denken, is dit een plumping gloss zonder dat hij echt dat tintelende effect heeft. Maar hij geeft wel een hele mooie gloss aan je lippen. Deze Chubby is daarom ook super fijn voor on the go, omdat je hem gewoon kunt aanbrengen zonder een spiegeltje. En daarom zijn ze echt onze favoriet. Door de week hou ik graag mijn haar lekker makkelijk en daarom voeg ik alleen een beetje wat beach spray toe, zodat het wat meer textuur krijgt. En ik knoop ook een leuke bandana om mijn hoofd, zodat het haar uit mijn gezicht blijft. En voor mijn party look pak ik de krultang erbij en zet ik er een paar zachte golven in. Ik vind het altijd heel erg mooi staan bij mij en dit herkennen jullie waarschijnlijk wel, want ik gebruik het ook wel voor mijn dagelijkse look, maar zeker ook als ik uitga. Wat ik doe is ik verdeel mijn haar in een aantal delen en dan pak ik een aantal plukjes, niet te dik, maar ook zeker niet te dun. En deze rol ik horizontaal over de krultang heen. Deze laat ik heel veel warm worden, daarna glij ik het haar uit de krultang en op het allerlaatste moment borstel ik mijn haren ook nog even door. En dat geeft hem dat zachte en romantische effect. Onze haren en make-up zijn gedaan en dan is het nu tijd om ons om te kleden. Ik kies vandaag voor een hele simpele look met een jeans en een gestreept shirtje. En Tara kiest voor een little black dress met kanten details. En dan zijn dit onze looks geworden. Blijf zeker ook nog eventjes kijken, want we delen zometeen de winactie. Nou, in deze video zag je dus twee looks. Ik heb de overdag look, maar deze kun je uiteraard ook gewoon in de avond dragen, mocht je dat mooi en leuk vinden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Tara's avondlook. Die kun je ook gerust overdag dragen. Laat in ieder geval in de comments weten welke van deze twee looks jij zou willen dragen. Misschien zijn het wel allebei. Het zou heel erg leuk zijn, dat horen we graag. Dus laat een reactie achter met dag of nacht of dag en nacht.
En dan nu het belangrijkste misschien wel voor jullie, is het pakket dat je kan winnen. Het Chubby pakket. Waar bestaat hij uit? Het Chubby pakket bestaat uit de Chubby Stick Shadow Tint for Eyes, de Chubby Stick Lip Color Balm, de Chubby Stick Intense Lip en de allernieuwste Chubby Plump and Shine. En deze winactie loopt via onze Instagram account. Dus het is wel heel erg belangrijk dat je ons volgt op Instagram. Tara kan je vinden via @tareverbon en mij kan je vinden via @larissaverbon. En op onze Instagram account zullen we dus ook een foto delen van Chubby. En daar kan je dus alles vinden met wat je moet doen om kans te kunnen maken op dit winactiepakket. Nou, we wensen je heel veel succes als je mee gaat doen aan deze winactie. Ik zou het zeker doen, want nogmaals, echt een leuk pakket. Je hebt het al kunnen zien in deze video. Laat ik even nog een commentje achter. Zeker ook nog een duimpje omhoog doen. En vergeet je ook echt niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat vinden we super gezellig. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.